Marie Vlaar, welkom, voorzitter van de Auteursbond en Martine Letterie. Kinderboeken schrijft u? Ja, klopt. Ja. 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 En ook lid van de Auteursbond. En ook ja, dat zal dan wel nodig zijn. Ja. Ja. We hebben ook een aparte werkgroep kinderboekenschrijvers of jeugdboekenschrijvers. En daar ben ik ook van. Juist. En wat doet de Auteursbond, even voor de duidelijkheid? Ja, nou, wij zijn de belangenvereniging voor alle mensen die echt leven van de pen. Dus we hebben 10 groepen binnen onze Auteursbond. We zijn eigenlijk een soort vakbond. Scenario-schrijvers tot toneelschrijvers, van literair vertalers tot romanschrijvers, thrillerschrijvers. Ja. Dus kinderboekenschrijvers. Kinderboekenschrijvers. Ja, en we hebben in de afgelopen maanden geïnventariseerd ook hoe de coronacrisis uitpakt voor onze achterban. Want vaak denken mensen eerst even van, ja, maar boeken die lees je toch gewoon door. En, juist nu zou je denken. En juist nu, ja. Maar er zijn toch ontzettend veel schrijvers die een enorme inkomstenval hebben gemaakt. Hoe komt dat dan? Dat komt voor een deel omdat boekhandels dicht zijn gegaan. Dus dan is er geen verkoop. Mm-hmm. En dan krijg je ook je royalties niet. Nee. Maar voor een heel groot deel is het omdat alles eromheen stopgezet werd. Dus heel veel lezingen. Er zijn schrijvers die de helft van hun inkomen uit lezingen halen. En die hebben dus echt een heel groot probleem nu. We hebben uitgerekend, want we hebben meteen op 15 maart al een coronaschademeter geopend. De coronaschademeter op onze website auteursbond.nl. En daar hebben wij nu al een bedrag van €480.000. Dus bijna €500.000 euro is er al aan schade. Voor auteurs geleverd. En dat is heel divers. Er zijn toneelschrijvers die bijvoorbeeld ineens hun opdracht is ingetrokken. We kunnen geen toneel maken, dus helaas, het gaat niet door. Scenario-schrijvers die pas uitbetaald krijgen op de eerste draaidag. Ja, draaidag, en die wordt uitgesteld. Draaidag uitgesteld, ja, geen inkomen. Kinderboekenschrijvers. Ja, want ik wou vragen, hoe ondervind jij... Voor mij is het een behoorlijke klap, want ik schrijf veel over de Tweede Wereldoorlog. En kinderboekenschrijvers verdienen eigenlijk het meeste de kost door het bezoeken van scholen en kinderen over boeken te vertellen en ze zo te stimuleren om te gaan lezen. Ja. Dus jij trekt erop uit ook? Ja, ik trek er veel op uit. 2-3 dagen in de week gemiddeld. En dan zie ik op 1 dag 3 klassen. En die bezoek ik soms rijk door een hele provincie om die klassen te bezoeken. Ja. En nu had ik ook veel meer boekingen aangenomen, omdat mijn thema Tweede Wereldoorlog is. Dus ja, ik dacht, dit jaar natuurlijk 70 jaar bevrijding. Ja, en er was een apart project van de Schrijverscentrale, Schrijvers voor Vrijheid. Daar was ik er één van. Ik had 28 dagen staan voor lezingen en boekingen. Daarvan, die zijn allemaal afgezegd. En er zijn 5 vervangende opdrachten voor gekomen. Dus als ik het allemaal even snel bij elkaar optel, ben ik €6.000 kwijt aan die lezingen die niet doorgaan. Maar daarnaast is het dan ook nog zo dat kinderen normaal gesproken naar de bibliotheek rennen als ik ben geweest. Omdat ze dan heel fijn vinden, dan ga ik lezen. Ja. Nou, die is dicht. En die stimulans missen ze ook. Dus die boeken worden niet uitgeleend. En ons leengeld wordt in december uitgekeerd. En ik moet nog maar zien wat ik dan nog krijg. Nu zijn ze weer open, de bibliotheken. Vorig jaar had ik €4.500 leengeld. Nou, ik denk dat daar zeker de helft nu al van wegvalt. Ja. Dus dan ben ik in totaal €8.000 inkomen kwijt. Ja, dat is een flinke hap. Ja, en dat is ongeveer een derde van mijn inkomen. Meer dan een derde. Ja. Ik zit gemiddeld op. En zo zijn er natuurlijk meer. Ja, dat is de analyse die wij ook gemaakt hebben. Je hebt eigenlijk, er zijn 3 momenten, zullen we maar zeggen. Je hebt de korte termijn. Dat zijn mensen die meteen hun opdracht is weggevallen of hun optreden is weggevallen. Je hebt de middellange termijn, daar komen we nu zo'n beetje in. Dat is eigenlijk dat er een lege agenda is. Hè? Mensen die normaal gesproken in september al 10 optredens hebben staan, die hebben nu 0 optredens staan. Dus dat is de lege agenda. En je hebt ook nog de langere termijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor ook een andere groep die lid is van de Auteursbond, de vertalers. Vertalers die gaan nu nog keurig door, die hebben hun opdracht, daar zijn ze nog een paar maanden mee bezig. Ja. In het najaar leveren ze hun boek in en dan krijgen ze misschien van de uitgever te horen, je boek komt niet uit, je boek komt pas volgend jaar uit. Nou, waardoor ze ook weer een deel van hun inkomsten mislopen. We hebben ook inmiddels begrepen dat die internationale rechtenmarkt, dus het aankopen van buitenlandse titels, ligt helemaal plat.
De beurzen gaan niet door. Hè. Normaal gesproken zitten uitgevers in Londen en in Frankfurt om de rechten te kopen. Dat betekent dus dat deze winter heel veel uitgevers tegen de vertalers zeggen: we hebben geen nieuwe opdracht voor je. Dus dat dus is daar de, valt het de ook lange stil. Termijn. Ja, wat wil je als voorzitter van die auteursbond nu voor het voetlicht brengen? Wat wil je bereiken? Ja, nou, wij willen ten eerste heel duidelijk maken dat die schrijvers net zo goed getroffen kunstenaars zijn, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Heel vaak vallen wij buiten de TOZO-regelingen, omdat we nog net wel die €1000 binnenhalen via auteursrechten. Mm-hmm. Dus we zeggen veel vaak van, het is bij ons gaat het van een gemiddeld inkomen van 20.000 tot 25.000 euro gaat het naar 10.000, 12.000 euro. Dan zit je nog net boven die TOZO-regeling, maar desalniettemin kun je je huur niet betalen. Dus we willen heel duidelijk maken van, daar is ook de nood heel groot. Het tweede is, kijk ook naar die langere termijn, want het is niet alleen de nood die we nu moeten ledigen, maar het is ook op de langere termijn. Gelukkig hebben we ook wel een klein beetje goed nieuws, want we hebben zelf met een aantal auteursrechtenorganisaties is er geld bij elkaar gesprokkeld. Daar zit ook de auteursrechtenorganisatie van de auteurs bij, die heet Lira. Ja. En bij elkaar is dat voor de auteurs een bedrag van ongeveer van ruim 4 ton. En de minister heeft dat verdubbeld. Ah. Komt helaas wel weer uit de 300 miljoen. Dus mm-hmm. Het gaat ook weer ten koste van andere dingen. Ja. Maar dat betekent dat wij binnenkort, over een paar weken, komen op onze website met de mogelijkheid, dus voor bij elkaar tussen de 8 en de 9 ton, voor auteurs om om beurzen aan te vragen of om de ergste nood te ledigen of om bijvoorbeeld gederfde inkomsten op een of andere manier. Dus daar gloort een beetje hoop. Nou ja, wat wij eigenlijk willen, wat wij steeds zeggen is: help ons de winter door. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou, dat lijkt me een heel duidelijk signaal. Ja, precies. Help alle auteurs en vertalers de winter door. Ja, precies. En voor hoeveel mensen ga je tekenen? 1650. Zo, nou ga je gang zou ik zeggen. 1650, daar is het bord. Er liggen daar stiften. 1650 mensen. Vanuit de Auteursbond. Getekend door Maria Vla. Heel, Maria dank Vla. Voor uw komst, hè. Ja. Dankjewel Maria en dankjewel Martine Letterie. En ik wens jullie veel sterkte in de komende periode nog. En we blijven lezen, hoor.